Als we het koninkrijk zoeken, dan zoeken we dus ook naar Gods gerechtigheid. En mogen wij ook opstaan tegen onrecht. En specifiek ook onrecht met betrekking tot slavernij. En Ruben Vlot is hier vanmorgen. Ik zei al even welkom, fijn dat je er wilt zijn. Hij werkt dus bij International Justice Mission. Zij houden zich dus bezig met het bevrijden van slaven. Het is werelds grootste, het is een wereldwijde organisatie, grootste organisatie. En zij weten ook waar slaven zijn en bevrijden ze. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie dat dan ook precies doen. Ja, nou dankjewel allereerst dat ik hier vanmorgen mag zijn. En dat jullie met elkaar de moeite nemen ook om over dit thema na te denken. Want ik kan me voorstellen dat het ook voor een gemiddelde zondagochtend misschien net niet het thema is. Waar je soms zelfs ook op zit te wachten. Waar het voor ons begint is, we hebben een heleboel investigators, onderzoekers en undercovers in dienst. Die heel letterlijk gewoon op zoek gaan. Ik heb het voorrecht gehad om een aantal van hen te ontmoeten in landen in Zuid-Azië bijvoorbeeld of in Afrika. Waar jonge gasten soms van mijn leeftijd daadwerkelijk bordelen ingaan bijvoorbeeld. Zich voordoen als klant, terwijl ze cameraatjes bij zich hebben of geluidsapparatuur. Echt speuren, zoeken. Waar zitten ze? En op het moment dat we ze gevonden hebben, is het samen met lokale autoriteiten, samen met lokale politie, lokale wetgeving, een reddingsoperatie op touw zetten, een bevrijdingsactie op touw zetten. Ja. Waarbij het voor ons heel erg belangrijk is dat we tijdens zo'n reddingsoperatie, daar letten de investigators en die undercovers heel erg goed op, voldoende juridisch bewijsmateriaal verzamelen. Omdat het niet alleen belangrijk is dat we met elkaar, dat is wel gevoelsmatig de allerbelangrijkste eerste stap. En dat is het natuurlijk ook echt. Je wil mensen die vastzitten, wil je in de vrijheid zetten. Maar je wil ook heel erg graag dat de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, dat die berecht worden. En dat er daadwerkelijk recht plaatsvindt. Nou, daar heb je bewijsmateriaal voor nodig. Dus dat verzamelen ze. En dan heel in het kort, dan krijg je waar we ons eigenlijk op richten. Slachtoffers bevrijden, daders berechten. Slachtoffers die bevrijd zijn, die krijgen nazorg aangeboden. Traumabegeleiding, psychologische hulp om hun leven weer te herstellen. En door dat alles heen proberen we ook heel goed te kijken wat is eigenlijk de rode draad. En een beetje bijna, ja, een hele simpele vraag, maar simpele vragen zijn soms de beste vragen. Hoe kan dit nu eigenlijk? Wat is het probleem in deze specifieke situatie en hoe kunnen we dat dan duurzaam oplossen? Dat zijn eigenlijk de systemen hervormen. Soms is het corruptie, hè, dan heb je te maken met onwil. Dan moet je dat aanpakken. Wij komen ook heel vaak tegen dat het helemaal niet het stereotype corruptie onwil is, maar dat het bijvoorbeeld een stukje onkunde is. Dat bijvoorbeeld lokale politie wel degelijk ergens een bordeel binnengaat om bijvoorbeeld meisjes te bevrijden, maar in hun enthousiasme of bevlogenheid bewijsmateriaal vernietigt in plaats verzameld. Ja, dan sneuvelt het dus altijd in een rechtszaak. En dan kun je nooit die ketting doorbreken. Dus nee, dat is iets waar we dan goed op letten. Ja. Ja, hey, en we zagen in dat filmpje net ook even dat Nederland dus ook een hele centrale rol zelfs speelt. Hè? Wat doen jullie bijvoorbeeld in Nederland ook specifiek daaraan? Ja, in Nederland zijn we vooral bezig met de overheid om te zorgen dat de wetgeving zo goed is. Het hele interessante is, een van de redenen, en dat is dan nog een compliment zeg maar, voor de Nederlandse het Nederlandse beleid. Een van de redenen waarom we de meeste veroordelingen in Nederland hebben, is ook een soort van goed teken. Want er worden dus daadwerkelijk mensen veroordeeld. Okay. Dus het laat ook iets zien, zeg maar, het hoge cijfer veroordelingen laat ook iets zien dat wij te maken hebben met een werkend rechtssysteem. Ja. Waarmee je er niet zomaar mee wegkomt. Maar het is er nog steeds. Dus wat we in Nederland vooral doen, is proberen lokale wetgeving, maar vooral eigenlijk bijvoorbeeld in Europees verband of nog hoger. Want je zei inderdaad, Nederland is een van de laatste landen geweest die slavernij afgeschaft heeft. Maar we hebben met een heel interessant iets te maken, dat slavernij is in alle landen op de wereld verboden. Ja. Het mag gewoon niet. Nee. Er zijn allerlei verdragen, maar het is heel belangrijk, hè? Het is niet dat we dit niet willen. Het mag ook gewoon niet. Alle wetten en verdragen die zeggen dat.
Dus, maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel, ja. Dus er zit een probleem ergens met die wetshandhaving. Nou, dat proberen wij heel erg op te sturen. Van, het is mooi dat je een wet hebt, het is mooi dat je een verdrag hebt. En dan moet je hem wel handhaven. Wat heb je daar dan voor nodig? Vertel maar, hoe kunnen we daar dan in ondersteunen? Is het training? Is het, en wat mag het ons kosten dus ook? Hè? Als wij zeggen van we willen geen slavernij, het mag niet. Niet zeg maar van God, maar ook niet gewoon bij de wet. Ja, wat mag het ons dan kosten als we slavernij willen stoppen? Ja. Ja, en wat ook misschien wel interessant is om even kort te noemen, nu de Oekraïners vluchten hè, uit de landen uit. Uit hun land uit, naar andere plekken. En hier worden ook in Hattem mensen uit de Oekraïne opgevangen. Hoor je toch ook wel dat, dat de kans ook groot is dat zij bijvoorbeeld slachtoffer worden van mensenhandel. Kun je daar ook meer over vertellen hoe zoiets dan gaat? Ja, dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. Want je vlucht voor, oorlog. Mm-hmm. En je bent op zoek naar veiligheid. En helaas zien we inderdaad dat het risico op mensenhandel enorm is toegenomen. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat ook in Nederland, maar breder in Europa, dat liet het filmpje ook al zien, hè, zijn allerlei netwerken van mensenhandelaren. En heel kort door de bocht, want er valt heel veel over te zeggen, maar heel kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat veel Oost-Europese landen zijn zogenaamde bronlanden. En de West-Europese landen, waaronder Nederland, dat zijn de vraaglanden. Nou, dat zag je in het filmpje ook, hè, als het gaat over seksuele uitbuiting of arbeidsuitbuiting. Dus dat hele systeem, dat is er al. Maar daar moeten mensen in komen en daar komen over het algemeen zeg maar kwetsbare mensen in. Nou, nu komen die er hulp zoeken ja, en dan met verkeerde nu mensen nu komen er met honderdduizenden tegelijk kwetsbare mensen de grens over. Waarbij we aan het begin van de oorlog zagen dat er mensen kwamen die konden vluchten. Die hebben op een gegeven moment, dat is niet minder erg, begrijp me echt niet verkeerd, maar die konden vluchten. Hè, die hebben op een gegeven moment hun koffer gepakt en zijn hun huis verlaten. Nu komen er mensen de grens over. Die moeten vluchten. Die hebben hun huis niet verlaten, maar die hebben geen huis. Die hebben ook niet hun spaargeld gepakt, want dat hebben ze niet. Dat zijn dagloners. Dus nou, die zijn ontzettend kwetsbaar. En we zien helaas dat er een heleboel mensen van goede wil klaarstaan om mensen op te vangen. Maar dat zijn er zoveel, en het gebeurt nu zoveel ook buiten het zicht van alle officiële instanties, dat daar ook een heleboel mensen met kwade bedoelingen tussen zitten. Extra verdrietig inderdaad. En dan nog een laatste vraag. Hè. Die statistieken die we zien, als we het hierover hebben, dat kan behoorlijk overweldigen. Komt ook tegelijkertijd dus dichtbij. Wat kunnen wij dus doen? Wat zijn dingen die wij kunnen doen? Nou, ik denk een heel mooi bijbelsadvies, dat mag je dan in de kerk meegeven. Een heel mooi bijbelsadvies volgens mij is, wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Ja, uit Romeinen. Ja. En ik vond het heel mooi hoe je het net ook zei en de vraag die met het kindermoment gesteld wordt, werd, zeg maar, willen we dit? Ik denk dat is echt een mooi startpunt. Willen we in een wereld leven waarvan we weten dat dit gebeurt? Wil je dat er mensen... Nou, ik denk dat het antwoord nee is, maar het is wel een heel mooi startpunt, zeg maar. En er zijn een heleboel dingen die je zou kunnen doen. Ik zou jullie er vanmorgen heel concreet 3 mee willen geven. En 1 is, zou je het verhaal wat je vanmorgen gedeeld hebt... En ik heb ook magazines meegenomen, die mag je na afloop ook van de stand meenemen. Zou je dat willen lezen en zou je dat verhaal willen delen? 40 miljoen mensen die vastzitten in slavernij. Ik denk dat wij niet uniek zijn als wij zeggen dat we dit niet willen. Nee. Bijna iedereen wil dit, dat dit stopt, zeg maar. Een van de redenen dat het denk ik gebeurt, is dat het nog te veel in het duister gebeurt. En dat wij met elkaar de mogelijkheid hebben om dat in het licht te brengen. Vrij letterlijk. Door er gewoon over te praten. Zeggen, wist je dat dit gebeurt? En nog maar weer om het heel bijbels te zeggen dan. Het licht is altijd sterker dan de duisternis. Dus dat is een hele belangrijke stap. Zou je willen delen dat dit gebeurt? Een tweede is, zouden jullie voor het werk van IGM in het bijzonder misschien, maar zeker in het algemeen, willen bidden voor dit werk? Want het is heel erg moeilijk, omdat het dus in het duister gebeurt. En het is ook heel erg gevaarlijk. We hebben bij IGM een hele mooie gewoonte om psalmen te bidden. En dan niet zozeer voor onszelf, maar vanuit het oogpunt ook van slachtoffers die nog vastzitten. En ik kan me één voorbeeld herinneren
dat er een reddingsoperatie was en er zou een meisje bevrijd worden uit een bordeel. Maar je kunt je voorstellen, dan gebeurt er heel veel en zij zag haar kans gewoon om te ontsnappen. Wat super verdrietig is, want eigenlijk zeg maar de vrijheid stond letterlijk voor de deur, ja. Maar dat wist zij niet. En zij dacht van dit is mijn kans en zij glipte er tussenuit. En toen was ze weg. Ja. En wij konden haar niet vinden met alle slimme, knappe mensen, zeg maar. En toen we dat in Nederland hoorden, onder andere, toen zijn we om de tafel gaan zitten, hebben we Psalm 139 gepakt. Toen hebben we het meisje een naam gegeven. En toen hebben we verschillende dagen lang, volgens mij 3 weken, van tijd tot tijd Psalm 139 gewoond. Heer, wij zijn haar kwijt, maar u kent Lise, hadden wij genoemd. U doorgrondt haar, u weet waar ze is, u kent alles van haar. Zou ze neerdalen in het diepste van, en dat is nu, dan geloven we nog steeds dat u haar vast heeft. Daarmee verleg je zeg maar het probleem een beetje. Ja, nou, je verlegt het probleem niet, maar je betrekt God erbij. Ja. En 3 weken later werd ze gevonden in een land, 2 landsgrenzen verder. Zo, ja. Echt onmogelijk. Dus gebed is een hele belangrijke schakel. In de hoop dat ze dan wel een veilige, vrije omgeving vindt. Ja. Ja. Oké, dus gebed, dus het delen van verhalen. Ook in wat op jullie stoelen ligt, daar staan ook verhalen in. Op de website kun je verhalen lezen en dus bidden. En je zei je had nog een derde mogelijkheid. Ja, de allerlaatste is ondersteun organisaties. En vanmorgen mag ik heel vrijmoedig aan jullie vragen of jullie dat voor IGM zouden willen doen. Ondersteun organisaties die werken aan de bron van deze problematiek. Want het is niet iets nieuws. Ook al hoor je het misschien voor het eerst. Er zijn heel veel clubs die daar bij de bron heel mooi werk doen. En als ik daar 1 voorbeeld van mag geven is... als er 30 mensen zijn... Ook vanmorgen, heel concreet, als er 30 mensen zijn die zeggen, nou, ik zou wel 15 euro of 20 euro per maand willen investeren, dan geeft ons dat genoeg financiële mogelijkheden om een reddingsoperatie mogelijk te maken. Want een reddingsoperatie is helemaal niet zo heel erg duur. Dus heel vaak zeg maar rond de 5.000, 6.000 euro. Nou, dat is ook om je een beeld te geven dat het probleem is soms heel erg groot. Ja. Is ook heel erg groot. Lijkt een soort van... bijna niet over te overwinnen, maar ook zo'n kleine stap of zo'n kleine bijdrage met een grote groep mensen over een langere tijd verspreid, zorgt ervoor dat we ook daadwerkelijk die ketens van slavernij kunnen verbreken. Mooi, dankjewel. Ruben zal dus na de tijd in de hal ook staan. En daar kun je ook aanmelden om gebedspartner bijvoorbeeld te worden. Ja. Of om financieel ook bij te dragen aan dit enorme belangrijke werk. En straks zullen we ook bidden voor jullie organisatie. En al die mensen die zich op welke manier dan ook inzetten tegen slavernij. En dat wij ook zelf manieren vinden om te zoeken wie onze Onesimussen zijn die naar ons toe komen, ver weg of dichtbij, om bij te dragen aan bevrijding voor iedereen. Dankjewel Ruben. Ik zou nog graag als symbolisch ook te zeggen van als gemeente, wij willen dat dit stopt, slavernij. Willen vragen of 1 of 2 mensen even naar voren willen komen. En dan gaan we naar dit schilderij toe lopen. Wie...